U leest onze tekst in het laatste deel van Lucas 15 vanaf vers, het 25e vers, wel deel in nauw verband staat met heel het hoofdstuk. In dat verband willen wij dit slotstuk bezien. We lezen daar. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En zij... En tot zich geroepen hebbende, een van de dienstknechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weder gezond terug ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan, zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde en zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden vrolijk mocht zijn. Maar deze uw zoon die gekomen is, die u goed met de hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, al het mijn is het uwe. Men behoort dan vrolijk en blijder te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Telkens opnieuw ontroert ons de schoonheid van Lucas 15. De diep gevoelde tederheid trilt in ons hart. En het onverbiddelijk klemmend betoog wekt onze bewondering. Dit pleidooi voor het goed recht van de vaderliefde mag een loflied op de vaderliefde heten. Het is even dichtelijk als logisch, even aangrijpelijk als overtuigend. De Heer Jezus is in staat van beschuldiging gesteld door de fariseeën en schriftgeleerden. Hem wordt verweten dat hij zondaars ontvangt en zelfs met hen eet. In de ogen der deugdzamen is dat een ernstige fout van Jezus, bepaaldelijk voor een leraar en godsdienstig leidsman een ergerlijk vergrijp. Er is gevaar dat wij dit verwijt onredelijker achten dan het werkelijk was. Omdat wij de geschiedkundige aanleiding niet goed verstaan. Het spraakgebruik, de betekenis der woorden, is nu anders dan toen. De namen zondaar en fariseer hebben in onze tijd een heel andere klank en inhoud dan in Jezus' dagen. Niemand onzer achtzicht beledigt als dat hem gezegd wordt, u bent een zondaar, maar terdege als dat hem gezegd wordt, je bent als een fariseer. Zondaren zijn we nu eenmaal allen, zonder onderscheid, maar fariseeën, schijnheiligen, huichelaars, gelukkig niet, zo voelen wij het thans die woorden niet aan. In Jezus' tijd was het heel anders. Alleen de publieke zondaars werden zondaars genoemd. Rovers, dronkaards, moordenaars. De zondaars waren het uitvaagsel van de maatschappij. En de tollenaars, de pachters van de Romeinse belastingen, werden niet veel hoger geschat. Juist zoals vroeger in Indonesië de pachters van de opiumkitten en speelhuizen geminacht werden. Fariseeën waren heel andere mensen. Ze maakten ernst met de godsdienst, onderzochten dagelijks de Bijbel en hielden Gods wet in ere. Zij vormden de partij van de vromen. Fariseeën was dan ook een erenaam. En wij moeten trachten de namen te horen als met oren uit Jezus' tijd, zowel om de ernst van de aanklacht als de
kracht der verdediging te verstaan. Als Jezus tollenaars en zondaars ontving om met hen te spreken over heilige dingen Gods, ergerden de fariseeën zich. Palen voor de zwijnen, vooral dat Jezus zo gemeenschap met hen omging, gemeenzaam met hen omging, dat hij aan hun maaltijden deelnam om daar over het koninkrijk Gods te spreken, achter ze ver beneden peil. Waarom beperkte Jezus zijn onderwijs niet tot de vromen in Israël? Heilige dingen zijn alleen voor de heilige mensen. In de drie gelijkenissen verdedigt de Heer Jezus zijn handelswijze. En hij beroept zich op God, op Gods vaderliefde, op Gods blijdschap als het door hem verloren hervonden is. De blijdschap voor de engelen Gods betekent niet de vreugde van de engelen zelf, maar de vreugde van God voor het aangezicht der engelen is er blijdschap. De engelen aanschouwen die blijdschap. Het is de blijdschap van de hemelse vader, zoals een herder zijn schaap. En zoals een vrouw haar penning zoekt en vreugde hebben bij het weervinden. Zo is God in de hemel verheugd als een zondaar zich bekeert. Zou Jezus dan als gezant van God die verlorenen, tollenaars en zondaars niet zoeken? Zijn zoekende liefde is niets anders dan een spiegelbeeld van de zoekende liefde van de Vader in de hemelen. Er is opklimming in gelijkenissen. De herder verblijft zich over het hervonden schaap. Al is er maar één van de 100, de 99 kunnen hem niet troosten over het verlies van het ene. De blijdschap van de vrouw is nog begrijpelijker, waar ze slechts 10 penningen heeft, vooral indien die 10 penningen een ketting vormen, door haar man haar bij het huwelijk geschonken, als zinnebeeld en onderpand van de huwelijkstrouw. En hoe dan een vader, die niet eens één schaap of penning, maar een zoon, een kind van het vlees en bloed verloren en teruggekregen heeft, en dan één van slechts 2 zonen die hij bezit, nog één andere opgaande lijn vertonen de 3 beelden. De gelijkenis van het verloren schaap tekent het verlies dat het schaap heeft geleden. Het is erger voor het schaap, voor zijn enige herder te verliezen, dan voor een herder een van zijn schapen te verliezen. Daarom spreekt de Heer Jezus van het schaap dat verloren was. In de gelijkenis van de penning is de schade en de ellende niet voor die penning, maar voor de vrouw. De penning die ik verloren had. In die van de verloren zoon vloeien die 2 lijnen in 1. Een zoon die zijn vader en zijn vaderhuis kwijt is, ondergaat een onuitsprekelijk grote ellende. Maar een vader die een van zijn zonen moet missen, leidt ook een onbeschrijfelijk verlies. En in de blijdschap over de teruggekeerde zoon is de vreugde ter wille van de zoon met de eigen vadervreugde samengevloeid. Die blijdschap van God, die hij toont aan de engelen en die Jezus werk hem tracht te bereiden, moet leven in de harten van alle kinderen van God. In het slot van Lucas 15 gaat Jezus nu die harten der andere kinderen van God toetsen. Ook de niet-afgedwaalden zijn geen ware zonen Gods, indien Gods vader vreugde geen weerklank vindt in hun hart. Al waren de fariseeën zo voortreffelijk als zij menen te zijn, al waren zij rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben, dan nog toont hun weigering
om door broedervreugde deel te nemen aan de vadervreugde, de verwijdering van hun hart van God. Eerst sprak Jezus over de 99 rechtvaardigen die geen bekering van nodig hebben. Zo denken de Farizeeën over zichzelf. Nu tekent Jezus de beeltenis van de oudste zoon. Zo denkt Jezus over hen. Het slotstuk van deze gelijkenissen is een poging van Jezus om de Farizeeën te ontdekken aan de zonde van hun hart. Wie geen broederhart heeft, heeft die wel een kinderhart? De Heere Jezus houdt de Farizeeën de spiegel der waarheid voor, opdat zij hun eigen beeld herkennen en terugschrikken, waar hun geestelijk gebrek in het donker hunner eigen gerechtigheid verborgen blijft. Daar richt Jezus op hen het zoeklicht van zijn liefde. O, dat zij zien hun zielsgebrek, het gevaar om zich door hoge inbeelding voor eeuwig te sluiten buiten het Vaderhuis. Want Jezus, die elke zonde haat en elke zondaar mint, zoekt tollenaars, maar ook Farizeeën. En terwijl hij handhaaft het recht der liefde, die hem bewoog de hand uit te strekken naar alle goddelozen, bestraft hij de voldane waan en strekt zijn andere hand naar de Farizeeën uit. Eigen gerechtigheid leidt even zeker tot eeuwige ondergang als ongerechtigheid. Geestelijke hoogmoed is even gevaarlijk als een vleeselijk hart. Een hart vol van vleeselijk lust. En gij, mijn broeder en zuster, moet tot uw redding een der beide uitgestoken handen van Jezus aangrijpen. Ja, een van beiden, of beiden. Onze levenslijn kan liggen in het verlengde van de tollenaar of van de Farizeeër, maar ook van beiden tegelijk. Ongerechtigheid en eigen gerechtigheid kunnen een plaats vinden en vinden die zelfs veelal in hetzelfde mensenhart. Zij sluiten elkander niet uit, maar elk van die en beide tezamen sluiten wel de gerechtigheid uit. Zonden van het vlees en die van de geest komen uit de donkere ondergrond van ons hart op. De gerechtigheid wordt ons geschonken alleen door Christus. Die oudste zoon blijkt in zijn hart een leven eigenlijk een knecht te zijn, een knecht en niet een zoon. Hem ontbreekt het kinderhart dat de arbeid adelt en de dienst verheft op kinderlijk liefdebetoon. Wij beschouwen eerst de zoon van de vader in de gelijkenis, die knecht blijkt te zijn, daarna de zoon van de vader in de hemelen, die knecht blijkt te zijn. Allereerst het in de gelijkenis getekend beeld, vervolgens de betekenis voor die tijd en voor ons eigen leven. Beide malen zal die zoon, die zo ijverig is in het dienen, en scherp getekende trekken uitkomen, dat hij ergert zich aan het vaderhart. Hij vergenoegt zich met zijn knechtendienst. Hij mist de kinderliefde. De verloren zoon is wedergekeerd en met open armen ontvangen. Trok het verlangen der hoop de blik van die vader niet van dag tot dag naar de verte heen? En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem.
De vaderliefde vergeest, al voordat de schuldbelijdenis klinkt, al maakt zij deze niet overbodig. Het beste kleed is voor de verlopen zwerver niet te mooi. Het gemeste kalf is voor de boeteling niet te goed. Het vaderhart heeft gesproken. De vader ontvangt hem als zoon en bereidt hem ter ere een vreugdemaal. Er is niets gedwongen aan deze feestdis. De beweegredenen is voor allen begrijpelijk en voldoende. Ieder leeft in zijn feeststemming. Men begint vrolijk te zijn. Gezang en gerei geven uiting aan de blijde stemming der ziel. Hier is de blijdschap van het hart, van het woord. Alleen het hart is het dat vrolijk maakt. Naar Joodse zeden heft men ook gerei, beurtzangen aan. Gij weet dat bij de Joden veelal telkens bij beurten door twee partijen gezongen werd. De ene partij zette in met een korte zang en de andere partij antwoordde daarop met een passende tegenzang. We weten niet stellig welke woorden daar gezongen werden. Toch is de gissing licht niet gewaagd dat wij een stuk van die beurtzang, de hoofdgedachte, het thema, het leidend motief in ons verhaal vermeld vinden, want er komen woorden in voor die geheel en al het karakter van zulke Joodse beurtzang vertonen. Het zijn de woorden die de vader uitsprak toen hij zijn huis opwekte tot vrolijkheid. De vader herhaalt deze woorden met een kleine wijziging tegenover zijn oudste zoon om hem te doen voelen dat er toch waarlijk wel reden is om zulke beurtzang aan te heffen. Terwijl vader en zoon aan het hoofd der tafel zaten, zong de eerste partij hen toe: deze uw zoon was dood, en de tweede antwoordde, en is weder levend geworden. En opnieuw werd er de zang ingezet: hij was verloren, en de tegenzang luidde: hij is gevonden. En als straks de oudste zoon ook mede aan het is mocht zitten, dan zal men hem ook toezingen: deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. De oudste zoon, die in het veld aan de arbeid, die al steeds aan het werk was, keert nu terug. Kan hij nu zijn oren geloven? In het huis van zijn vader, waarover allangs een sombere schaduw hangt. Daar hoort hij muziek en zang. Hij is niet zo vertrouwelijk met een geestes en eens geestes met zijn vader, dat hij naar binnen snelt om aan zijn vader de reden te vragen. Hij staat kritisch tegenover het doen van zijn vader. Daarom wil hij eerst wel eens weten welke reden zijn vader tot feestvreugde meent te hebben. Dan kan hij beoordelen of hij daarmee instemmen en aan het feest deelnemen kan. Hij blijft op enige afstand staan. O, die plaatselijke afstand tekent een zedelijke afstand. Hij blijft op enige afstand van zijn ouderlijk huis staan, omdat er een afstand tussen zijn hart en het hart van zijn vader is. Hier blijkt al de verwijdering des harten. Hij roept een van zijn knechten en verneemt nu dat de terugkeer van zijn broeder feestelijk gevierd wordt. Die knecht vindt klaarblijkelijk de zaak heel gewoon en begrijpelijk. Uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Er zijn knechten die beter dan sommige zonen het vaderhart begrijpen. De toorn van de oudste zoon ontsteekt.
De minachting jegens zijn broeder openbaart zich in toorn jegens zijn vader. Hij ergert zich aan vaders doen. Diens handelwijze acht hij ongeoorloofd, onuitstaanbaar, bemeden pijl. Is zo'n schandelijke, onwaardige zoon zoveel eer waard? Is een gruwel, het is een gruwel in zijn ogen. Hij weigert dan ook binnen te gaan. Aan zo'n onwaardig feest neemt hij geen deel. Met zulke goddeloze verkwister en doorbrenger wil hij niet aan een feestdisch zitten. Die, het is nog onbegrijpelijk. Speciaal te zijner eer is aangericht. Ja, het is nog een open vraag of hij hem ooit weer als broeder herkennen zal. De oorzaak van de heftige onwil van deze oudste zoon ligt daarin dat hij zijn vader niet kent als een vader en dat hij diens liefde niet verstaat en daarom de uiting van het vaderhart misbilligt. De vadergestalte is hem een raadsel, meer nog, een reden tot toorn en wrevel. Hij ergert zich aan het vaderhart. Hier doet de oudste zoon de vader schromelijk onrecht aan. 2. Zo ging zijn vader uit en bad hem. Een heerlijke trek van de vaderliefde tegenover de onwil van zijn oudste, plaatst de vader. Zijn winnende liefde. Hij voelt zich vader van de verloren jongste, maar eveneens van deze oudste zoon. Beide heeft hij als vader lief. Hij zoekt alle verloren zonen, zowel wie zich in eigen gerechtigheid als wie zich in ongerechtigheid verliep. De vader smeekt hen, vermaant en nodigt hen vriendelijk. Hier zijn voor de oudste de open vaderarmen, het warm kloppend vaderhart. Maar de wrevelige zoon blijft zich in verzetten tegen het recht der liefde. Hij betwist de vader het recht om de afgedwaalde lief te hebben. Ten volle van eigen goed, recht overtuigd, betoogt hij het onrecht van zijn vader. In een dubbele tegenstelling laat hij zien hoe de twee zoons tegenover hun vader gehandeld hebben en hoe schrijnend het onrecht is van vaders handelswijze tegenover elk van hen beiden. Over zichzelf is hij ten volle tevreden. Ik dien u nu al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En over zijn broer spreekt hij smalend. Deze uw zoon die u goed met de hoeren heeft doorgebracht. Deze beschuldiging berust licht meer op boze vermoedens dan op zekere gegevens. Maar het slechtste is voor zijn broer nauwelijks slecht genoeg. Zo'n doorbrenger wil hij niet eens meer broeder noemen. En zegt deze uw zoon. Het is als wil hij zeggen, ik gun hem u. Ik geef hem u cadeau, zoals een vader, zulk een zoon, horen bij elkaar. Maar hij hoort bij zijn vader niet. Hij spreekt zijn vader dan ook niet aan als vader. Dat begint zijn aanspraak alleen met zie van een vader die zich aan zulke schandelijke zoon verbindt, maakt hij zich los. De tweede de tegenstelling dient om het onrecht van zijn vader te tekenen in het handelen van zijn twee zoons. Gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik het met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Voor hem hebt gij een gemeste kalf geslacht. Hier blijkt opnieuw het verwijderd zijn van zijn hart, van het hart van zijn vader. Niet in gemeenschap, in de omgang met zijn vader, vindt hij levensvreugde. Die zoekt hij aan het feestmaal met zijn vrienden.
De jongste zocht zijn geluk in een vergelegen land. De jongste zoekt het ook, de oudste zoekt het bij anderen, niet bij zijn vader. Er is meer overeenkomst tussen beide zonen dan men oppervlakkig zou denken. Zo beschuldigt hij zijn vader van partijdigheid, van oneerlijkheid, van onrechtvaardig belonen, trouwendienst slecht beloond, ontrouw rijk beloond. O, deze oudste zoon heeft in zijn aanklacht gelijk, indien de vader slechts hier en geen vader is. Een heer die een trouwe knecht niet beloont en een verkwister van zijn goed in ere stelt, is een onrechtvaardige meester. Deze zoon spreekt als ware hij en zijn broer knechten en geen zonen, al waren zij zijn vader een meester en geen vader. Hij stelt zich op het standpunt van een knecht, oordeelt als een knecht, beschuldigt als een verongelijkte knecht. Vandaar eist hij loon naar werk. Hij heet zoon, doch voelt zich een huurling. Geen wonder dat hij de liefde van zijn vader niet verstaat. Hij heeft het hart van een knecht. Na geboorte is hij een zoon, maar innerlijk en werkelijk een knecht. Daarom zoekt hij ook een knechtenloon. En daardoor heeft hij het ook minder dan een knecht. Want de knecht verkrijgt ook loon, de zoon niet. Immers de zoon werkt in de zaak van zijn vader. Dat is zijn eigen zaak. Deze zoon heeft volmaakt ongelijk, want de vader is vader. Hij heeft lief als vader. Over zijn jongste zoon heeft hij getreurd als vader. Verblijdt hij zich nu als vader. Niet de meester, die de ontrouwe knecht, maar de vader die een verloren zoon zag wederkeren, richtte dit feestmaal aan. Het recht van dit feestmaal is het recht van de vaderliefde. Het recht der bedroefde, der beproefde, der triomferende vaderliefde. De vaderliefde die vergeeft en vergeet, die het verlorene zoekt en het teruggekeerde met blijdschap ontvangt. De vaderliefde heeft gesproken en een feestmaal toegebereid. De zoon in knechtsgestalte, zich geërgerd aan het vaderhart, ontzegt de vader het recht om de verloren zoon lief te hebben. Dat is om vader te zijn. 3. De vader tracht in die zoon die knecht blijkt te zijn het kindsbesef te verlevigen. Hij richt zich tot zijn kinderhart. Met een tere naam spreekt hij hem aan en zegt: kind, een schat van liefde trilt in het woord. Tracht het ook te horen in de zoetste klank, zodat het een wereld van vaderliefde ontsluit. O, dit enkele woord, deze enkele naam moest voldoende zijn om de verknechte zoon van ongelijk te overtuigen, om hem te brengen aan het vaderhart. Hij zit altijd bij mij. Hij had altijd zijn vader en zijn vader altijd hem. Daarom was er geen bepaalde aanleiding over hem feest te vieren. En al is het mijne is het uwe. Dit kan betekenen: u hebt geen schade bij uw broeders weerkeer, want hij heeft zijn erfdeel al ontvangen. En alles wat ik nu nog heb, is alleen voor u. Maar deze verklaring schijnt al te nuchter berekend, al te koel, praktisch, teder en dieper en treffender
En overtuigender is het, als het betekent, ik behoefde u toch niet een bokje te geven. Je had elk bokje slechts voor je nemen kunnen, want gij zijt geen knecht, doch een zoon. En al mijn bezit is tegelijk het uwe. Deze oudste zoon zet zich buiten de gemeenschap met zijn vader, door zich tot knecht te maken. Hij moet zich zoon leren voelen. De vader doet een beroep op zijn vader, haar kinderhart. Als het kindsbesef ontwaakt, zal hij in zijn kinderliefde de vaderliefde leren begrijpen. En ook de broederliefde hebben. En in de broederliefde zich zetten naast zijn broeder aan het feestmaal. Thans dreigt het gemis van zuiver kindsbesef hem geheel van zijn vader te vervreemden en hem te sluiten buiten het vaderhuis. Komen we tot het tweede punt. In de oudste zoon is het beeld der Farizeeën in scherpe, fijnbelijnde trekken getekend. Zij ergeren zich om Gods vaderhart, vergenoegen zich met het knechtendienst en missen de kinderliefde. Aan hun dienst ontbreekt het hart, aan hun gehoorzaamheid de liefde. Verder dan knechten komen ze niet, helaas. Hoger gaat hun ideaal ook niet. Ze menen ideale zonen te zijn door gehoorzame slaafse knechten te zijn. En de gelijkenis. En de gelijkenis van de twee zonen bedoelt hun te laten zien dat het juist op het kindschap aankomt. Helemaal op het kindschap. Zelfs wie zijn levensweg verdorven heeft en dan als kind tot zijn vader terugkeert, ja, juist als kind tot zijn vader, staat de vader nader dan wie in slaafse ijver ooit het gebod heeft overtreden, doch nooit als een kind de vader heeft liefgehad. De Heer Jezus vergoedelijkt de afdwaling van de verloren zoon niet, maar stelt hem tot voorbeeld, zoals hij als kind tot de vader wederkeert. Lucas 15 is een loflied op de vaderliefde en daardoor ook op het kindschap. Het licht van de vaderliefde wordt opgevangen alleen door het kinderhart. Wat het oog is voor het zonlicht, is het kindsbesef voor de vaderliefde. Het orgaan waarmee het verstaan en genoten wordt. Een verloren zoon die wederkeert staat boven de trouwste knecht. De zoon heeft een blijvende plaats in het vaderhuis. De huurling ontvangt zijn loon en vertrekt. En de Heer Jezus laat hier de Farizeeën op overtuigende wijze zien dat hun knechtsgezindheid hen voorgoed buiten Gods vaderhuis sluiten zal. De Farizeeën denken heel, heel goed over zichzelf en heel, heel slecht over de tollenaars en zondaars. Zij die Farizeeën werkelijk zo goed, dat zegt de Heer Jezus niet. Maar om hen van hun ongelijk te overtuigen, stelt hij zich voor een ogenblik op hun eigen standpunt en zegt: stel eens dat gij rechtvaardig zijt en de bekering niet van nodig hebt. Gestel dat u nooit Gods gebod overtreden hebt en dat u nog nooit, en dat u, dan moet u nog verheugd zijn over de terugkeer van zondaars tot hun vader. Want die vader zelf is daarover verblijd. En als u in zijn blijdschap niet deelt, heb je geen gemeenschap met de vader en blijft buiten in het vaderhuis staan.
Wie de teruggekeerde boeteling verwerpt, verwerpt ook de Vader, die deze met open armen ontvangt. Ook voor de deugdzame is er plaats in de vaderarmen, doch alleen tezamen met de verloren zoon. Wie Gods zoekende en vergevende liefde niet billigt, miskind Gods vaderhart. In Gods vaderhart is plaats voor alle kinderen, maar voor kinderen alleen. Zo waarschuwt en zoekt de liefderijke Jezus, die de in hoogmoed verdwaalde fariseeën, een afkeer van de tollenaar, hun minachting voor de zondaars, hun verwerping voor goed van alle overtreders, toont dat zij de geest des vaders niet hebben. Hun ergernis aan Jezus zoekende liefde bewijst dat zij zich ergeren aan het vaderhart van God. Toch zoekt de Vader ook hen. Zijn liefde gaat uit tot in zondelust verlorenen, maar ook tot in deugdwaan verlorenen. Hij wil naast de tollenaars en zondaars ook de fariseeën aan het hemels feestmaal zien. Niet allen trouwens. Wel van hun, maar niet allen. God zoekt niet iedereen. Hij wil niet iedereen. Wat hij wil, dat doet hij. Hij roept en nodigt ook hen tot de maaltijd van het koninkrijk Gods. Niet allen dus. Wel fariseeën, maar niet alle fariseeën. God weet wie hij uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. De fariseeën echter stellen zich op het standpunt van een knecht. Zij hebben een vergevende vaderliefde van God niet nodig, maar vragen loon naar werk. De trouwe knecht wordt beloond en de ontrouwe gestraft. Hun ontbreekt het broederhart, omdat ze geen kinderhart, doch een knechtenhart hebben. Ach, zij vergeten in hun hoogopklimmend zelfgevoel dat God door hen uiterlijke vorm van gehoorzaamheid heen ziet. Tot het boze zondagshart, met alle verheerlijking van de vormendienst, vergeten zij hun eigen hart. De fariseer dient om loon. Hij begeert niet en waardeert niet de gemeenschap, de omgang der liefde met de Vader. Het bokje acht hij hoger, of zonder beeldspraak. Hij zoekt niet God zelf, maar beloning. Niet Gods gemeenschap, maar Gods geven. En gebruikt God om vooroordelen te behalen. God zelf is hem niet het hoogste goed. Als hij maar loon van God ontvangt, dan is hem dat voldoende. Dan gaat hij naar zijn vrienden en keert God terug toe. Hij gebruikt God slechts om hem in staat te stellen met zijn vrienden vrolijk te zijn. De dienst van God is hem een harde dienst. Het loon moet hem die verzoeten. De kring der vrienden en hun vrolijkheid moet hem vergoeden. De zware last van het dienst van God. Zo ligt dan het ideaal van de fariseer in dezelfde lijn als dat van de tollenaren zondaar. Het verst gelegen land en de kring der vrienden tonen overeenkomst. Het levensgeluk wordt hier gezocht, buiten de gemeenschap met God. In de naam van de Vader zijn alle kinderen, als zijn kinderen lief heeft, tracht Jezus het kindsbesef bij de fariseeën te wekken, te verlevigen. Zijn trouwe dienstknechten wellicht zullen toch buiten het vaderhuis blijven, als zij zich aan hun knechten van hun knechtschap niet bekeren tot kindschap, voor de harde, zware ongehoorzaamheid, tot die lichte, zoete dienst der liefde. O, dat zij het kloppen van het vaderhart horen, de uitgestrekte vaderheid zien en luisteren naar de zoete, tedere naam kind, waartoe de hemelse Vader hen aanspreekt. Als deze
naam weerklank vindt in hun hart, zullen zij leren Vader te zeggen tot God. Dan zal de Heer zelf hun rijkst bezit met hun hoogst verlangen. De Heere Jezus vertelt ons niet of de oudste zoon van het feestmaal is binnengegaan. Het zal de Fariseeën zelf overgelaten zijn de praktische toepassing van deze gelijkenis in hun leven te maken. Evenmin als in het boek Jona meedeelt of Jona een voorloper der Fariseeën zich gewonnen gegeven heeft aan Gods liefde, wordt hier meegedeeld of de Fariseeën zich gewonnen hebben gegeven aan de vaderliefde van God. Het vermelden van de uitwerking van Jezus' roepstem zou voor ons slechts een historische betekenis zijn, want voor ons is het niet de vraag wat de Fariseeën gedaan hebben, maar wat wij thans doen. Nu Jezus deze gelijkenis tot ons gesproken heeft, daarmee kom ik tot de moeilijkste deel van onze taak in deze uren, nu de toepassing van Jezus' woorden op onszelf. Deze taak is waarlijk moeilijk. Het was niet moeilijk zo even in het licht te stellen de hardheid en de boosheid van de oudste zoon. Even gemakkelijk als het voor hem was om bittere woorden de afdwaling van zijn jongste broer te tekenen, was het voor ons om de zonde van de oudste ons duidelijk voor te stellen en scherp uit te beelden. Het viel ons evenmin moeilijk in het licht te stellen de dwaasheid en de zonde van die Fariseeën die sprekend op de oudste zoon leken. Wie werpt de op Fariseeën niet graag een steen? Maar wat ik u nu te zeggen heb, is moeilijk te zeggen en moeilijk te horen. Want tenslotte moet ik u zeggen dat wij, ook u en ik, heel veel van die oudste broeder hebben. Ook een predikantenvergadering op een predikantenvergadering in Berlijn. Lang geleden werd de vraag gesteld, wie zou toch die oudste broeder zijn? Dr. Krummacher, de bekende hofprediker, antwoordde, ik ken hem wel, ik heb hem gisteren nog ontmoet. En toen men hem aandrong op verklaring van dit raadselachtig antwoord, zeide hij, ik bedoel mezelf, want toen ik gisteren hoorde dat een onuitstaanbaar man zich tot God bekeerd had, ergerde ik me daaraan. Zuivere zelfkennis hebben we alle nodig, en als wij ons hart onderzoeken, zullen we zeker ook trekken van de hier getekend beeld terugvinden. De hoogmoed is niet een uitzonderlijke, maar een algemene kwaal van het zondaarshart. En indien u op uw weg evenzeer verdorven mocht hebben als de jongste zoon, dan waarborgt dit volstrekt niet een hoogmoedig hart. Misschien leeft u in hoogmoed en is zelf verheerlijk het gebed. O God, ik dank u dat ik niet ben als die Fariseeër. Het is genade van God als ons verdorven hart ons niet gebracht heeft tot uitspattingen als die van de verloren zoon. Genade, geen eigen verdiensten en de rechte zelfkennis, de rechte hartkennis doet ons erkennen dat we innerlijk niet anders en niet beter zijn als zij die publiek hun levensheer hebben te schande gemaakt. Gekeurde God innerlijk beoordeeld, zijn de schijnbaar goeden aan de openbare bozen gelijk. Opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij, laat me veronderstellen dat u, mijn broeder of zuster, geen publieke zonde bedreven hebt, voor het oog der mensen uw God zelfs te getrouw hebt gediend, met voorbeeldig ijver geijverd hebt voor de zaak des Heren. Misschien staat u in het ambt en prijst elkeen uw ambtsijver. O, dan is er nog een gevaar dat u buiten het vaderhuis blijft indien u op uw deugden u verheft. Aanspraak maakt op loon, verwachting bouwt op uw daden.
dan gedraagt u als een knecht. En de knecht blijft niet eeuwig in het huis van de vader. Veelal betrappen wij ons eigen hart op hoogmoed, bij het oordelen over anderen, het oordeel dat wij hebben te vellen over onszelf, wordt verhelderd door het oordeel dat wij vellen over anderen. Hoe beschouwen wij de afgedwaalde, de publieke zondaars? Zien wij in hen als in een spiegelbeeld wat wij zelf zonder Gods weerhoudende genade geworden zouden zijn? Veroordelen wij onszelf als wij hun zonde veroordelen en vernederen wij ons voor God over de zonde van ons hart? Of zien we de vermeende hoogte op hen als onze mindere neer? Deze hoge waan wordt hier door de Heere Jezus veroordeeld. Zulke minachting, indien daarin volhardt, zal u sluiten buiten het vaderhuis. Het is niet gemakkelijk tot zelfvoldane bekering te prediken. Ze menen die niet nodig te hebben. Toch heeft de deugdzame oudste zoon evenzeer bekering nodig als de afgedwaalde jongste. Hij moet zich bekeren van zijn eigen waan, tot de ootmoed en het van knechtschap tot kindschap. Hoogmoed is evenzeer afgoderij als brasserij en uitspatting. Of men zinnelijk genot tot zijn God maakt, of eigen deugd. In elk van beide gevallen knielt men voor zijn eigen ik. De rechte zelfkennis, de ootmoedige gesteldheid van ons hart, zal ons op één lijn plaatsen met de diepst gevallenen. En zij zal ons dringen om het beeld van het Vader te vertonen in het zoeken van het verlorene. Niemand zal te ver afgedwaald en te diep gezonken zijn, dat wij in naam van de Vader de helpende hand tot hem of tot haar zouden uitsteken. Hun verlorenheid is onze verlorenheid. En de genade, de vergeving die wij van God ontvingen, waarborgt de genade die God hun schenken wil. Wil hij dat? Vraag het u eens af, mijn broeder en mijn zuster, wat u aan zoekende liefde in uw eigen hart al hebt getoond. En bid tot God om het rechte broederhart en om het rechte kinderhart en om de openbaring daarvan door Gods kracht in het redden van zielen. Voor in zinnenlust verdwaalden en voor in deugdzaam bevangenen is slechts één weg tot God. Allen zullen als verloren kinderen tot de Vader moeten gaan. Deze enige weg is in de doop, u al gewezen, vuile zondaars, afgewassen door Jezus bloed. Die doop moeten wij bewust doorleven, dat is onze bekering. Onder de gedoopten is er niemand die de bekering niet van nodig heeft. Dan had hij niet gedoopt hoeven te worden. Maar wel kunnen zij die menen de bekering niet nodig te hebben. Laat ons dan als verloste kinderen tot onze Vader gaan. Verloren door losbandigheid of door eigenwaan, door ongerechtigheid of eigenwaan. En als de fariseer u als met de vinger zou nawijzen in minachtend zeggen, hij heeft Gods goederen doorgebracht. Ga toch tot uw Vader, laat een fariseer u niet weerhouden. Het is al erg genoeg dat hij zichzelf weerhoudt. Zeg als de verloren zoon, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En zeg het niet slechts, maar doe het ook werkelijk. Ga tot uw Vader. Ga als ge nog nimmer zijt gegaan. Ga opnieuw
als ge afgedwaald zijt. In het vaderhuis zullen vele zonen zijn, maar alleen verloren zonen, die weergekeerd zijn, verkwisters, losbandigen, van hun vlees ze zonden bekeerd, eigengerechtigen, hoopmoedigen, van hun geesten zonden bekeerd. In het vaderhuis zullen vele zonen en vele dochteren zijn, maar alleen verloren zonen en verloren dochteren, die wedergekeerd zijn. O keer ook gij dan terug, mijn broeder en mijn zuster, opdat gij ook daar moogt zijn.